Karm Chetre, Kurm Chetre. Beste kijkers, welkom bij Tsunami TV. Mijn naam is Ryan Harry Persat en waar zijn we vandaag? Vandaag zijn we hier in Den Haag, Pathé Spuimarkt, waar de publiekspremière zal gaan plaatsvinden van de film Kisikabhai Kisikijan met Salman Khan. Ja, je hoort het goed. Kaprap.nl in samenwerking met Bollywood Merchandise, Lux Cinemas en natuurlijk Pathé. Dit is onze tweede première. Je ziet het, feestelijk. Heel veel mensen die hier nu binnenstromen, lekker eten. En ik zou zeggen, volg ons, blijf kijken, want we gaan zo meteen leuke interviews doen. En natuurlijk entertainment in de zaal. Tot zo. Bhai! 400 saal purana antiek tha. Nou, een van mijn gasten die aanwezig zijn, natuurlijk Sandhya Manisin, wie kent haar niet? Hè? En Mahinder Altaar, wie kent hem niet? Maar leuk dat jullie allemaal zijn, San. Het is gewoon hartstikke leuk dat jij dit doet. En omdat jij dit doet, moeten we met z'n allen komen. Want niemand anders durft dit zo te doen als zoals jij. Hapjes, drankjes, wat een welkom. Dus mijn avond is nu al goed hoor. Mahinder, als ik zeg Salman Khan, wat gaat door je heen? Want jij bent onze Salman Khan eigenlijk hier. Maar nou, je zit daar wel. Nee, weet je, Ryan, ik ben apetrots op je. In die zin van dat dit zijn onze tradities. Die in feite vanuit Suriname onze grootouders, ouders hebben dit meegemaakt. En dat je dit in het koude kikkerland dit laat doen. En dit is in feite voortzetting van onze, eigenlijk een deel van onze cultuur. Hè? Dat Bollywood cultuur, dat we het hier zo toch in dit land dit mogen meemaken. Proficiat. Dankjewel, dankjewel. Leuk. Heb je nog leuke verwachtingen van de film? Heb je iets gehoord van de film waarover het gaat? Ja, nou, ik ben een fan van Shehnaz Gill. En ik vind haar zo een open persoonlijkheid. Ze is zo echt. Dus ik heb hoge verwachtingen. Ja, en Salman Khan, ja, dat zegt al genoeg natuurlijk, hè? Nou, naast mij een andere gast. Anju, welkom. Dank je. Leuk. Anju, heb je iets over de film al een beetje gelezen en gehoord? Ja, eigenlijk wel. Ik denk, hè, wat is er dit keer iets nieuws aan deze film? Ik ben gaan lezen en denk, oké, het is toch een familiefilm. Ik dacht alleen volop actie. En ik dus, daarom ben ik echt benieuwd naar de twist. Hè. Zal het echt dat ouderwetse familiaire zijn? Of toch weer net als Pathaan volop dushum dushum. Dus we gaan even kijken. Dus ik laat het gewoon op me afkomen. Nou, heel veel kijkplezier. Nou, naast mij Wiene van Kitchen Rani. Natuurlijk hier ook de tweede keer dat ze iets verloten en ook sponsoren. Leuk dat jullie er zijn, Wiene. Ja, dankjewel. Leuk dat we erbij mochten zijn. Super, ja, helemaal super. Wat vind je van deze hele gebeuren? Ja, het is feestelijk. Het is gezellig. Ik ben voor het eerst bij zo'n première. Ja. Maar het is feestelijk. Ja, dat is wel om het samen te vatten, denk ik. Heb je nog leuke verwachtingen van de film? Ja, weet je, het is natuurlijk een topfilm. Dus ik denk dat iedereen in spanning zit te wachten hoe dat nou gaat uit. Ben je Salman-fan? Salman-fan, tuurlijk, ja. Zeker. Van de oude garde, toch? Helemaal goed. Kitchen Rani, die is natuurlijk, zit in Scheveningen, lekker eten, lekker India's eten. Jullie staan hier met Mithai, hè? Vandaag is ook natuurlijk Eid. Klopt. Dus, ziet er, ja, leuke combinatie. Hoe heb je dat gefixt? Ja, wij hebben namelijk ook een Mithai-shop op Rani To Go aan de Betje Wolfstraat in Den Haag. En daar hebben we dus volledig eigen Mithai-productie. En nou, op dagen als Eid, maar ook op Holi, Diwali, verkopen we natuurlijk veel meer. En dachten we, nou, vandaag is een mooie combi. En première en Eid. Dus gaan we het gewoon uitdelen hier. Heel goed, dank je. Nou, naast mij is Sunil Somer, hè, de man die heel veel weet over Bollywood. Natuurlijk zijn eigen platenzaak gehad, dus alle LP's, alle filmsterren heeft hij ook mogen ontmoeten. Dus de juiste man om vragen aan te stellen. Sunil, welkom, leuk dat je er bent. Ja, dank je. Sunil, Salman Khan. Als ik zeg Salman Khan, wat zeg jij dan? Ja, nou, ik ben eerlijk gezegd fan van Salman Khan vanaf zijn eerste film, zeg maar. Mijn Pyarkia had je. Pyarkia. Dus hij doet het goed, onze Salman bhai. Je hebt ook een echt ontmoet, toch? Ja, ik heb hem ontmoet, ja. En nou ja, nu is het spannend, hè. Na een jaar weer een film van hem, dus dat komt maar goed. Als we even teruggaan in de tijd, hè. We hebben natuurlijk Bollywood, hè, onze Bollywood-cultuur hier in Nederland. We dansen op Bollywood-muziek, in elke huiskamer, onze radiostations, Bollywood, Bollywood. Maar hoe zie jij dat, zeg maar, voortzetten? Want we proberen natuurlijk dit te organiseren om dat vast te houden. Hè? Ook om onder andere publiek te laten brengen. Nederlands publiek, Turkse, Marokkaanse, weet je, dat we dat doen. Maar wat denk jij?
Ik denk dat er wel zeker een toekomst is. Hè? Want we hebben tegenwoordig alle grote filmmaatschappijen in India. Dus de ontwikkeling is goed, ja. Dus het gaat meer richting Hollywood, zeg maar. Het gaat goed. Nou, naast mij natuurlijk ook een hele belangrijke persoon. Sunil Sinarayan van Lux Cinema Entertainment. Sunil, leuk dat we er zijn. Ja, ik vind het vandaag geweldig. Goed georganiseerd ook door jouw organisatie. En je ziet dat de Bollywood films blijven leven. Dus spectaculaire opkomst, leuk feestje, heel veel bekenden. En ja, hij is uitverkocht, hè? Ja, ja, vanzelfsprekend, hè? Vanzelfsprekend. Nee, complimenten, petje af. Goed gedaan. Top. Nou, ik vind het tof dat wij... we zijn eigenlijk een beetje samen begonnen. Jij bent als distributeur hier begonnen. Met Pathé natuurlijk. Ik kwam met een beetje idee om die première te doen. Zo zijn we natuurlijk al 10 jaar, 11 jaar verder. En nu weer dit jaar zijn we weer begonnen samen. Heel leuk, tof. Op naar vele premières, zou ik zeggen. Ja, dat is zeker de bedoeling. Je weet wel dat we ooit zijn begonnen in 2005, hè? Toen had ik de première van Kaal. Ja, met John Abraham. En toen hebben we samen gewerkt. Toen heb je eigenlijk je eerste première gedaan. En daarna heb je heel netjes opgepakt inderdaad. En we moeten meer van dit soort dingen gaan doen. Je ziet dat het leeft. En de volgende keer met Bollywoodsterren. Ja. Hey, sowieso. Hoor je dat met Bollywoodsterren erbij? Ja. Oké, maar hoe ben je eigenlijk erop gekomen om dit te doen? Ja, dat is een heel lang verhaal eigenlijk. Maar goed, op een gegeven moment, ik heb ook altijd een bureau gehad, hè, in een stukje diversiteit. Dat is al een hele tijd geleden. En we hebben ooit gekeken naar welke mogelijkheden bieden zeg maar, die grote multiplexen. Hè? Want heel lang geleden, dat weten de jongeren eigenlijk niet, maar de 40-plussers weten dat wel. Had je eigenlijk geen Pathé's en die had je allemaal niet. Je had niet bioscoop met 10, 12 zalen. En toen die op een gegeven moment kwamen, toen zag je dat deze partij had ook behoefte aan content. Hè? Ze konden niet 12 zalen vullen met alleen wat Hollywoodfilms. Nou, zodoende is op een gegeven moment het idee ontstaan om te kijken van hoe kunnen we ook andere films gaan programmeren. En ik heb naast Bollywoodfilms, dat weten veel mensen, die heb ik ook Turks films gedaan. Ik heb ook Hongkongfilms gedaan. Uiteindelijk zijn we gebleven bij Bollywoodfilms. En ja, je ziet het, hè? 20 jaar later, vandaag bij Kies ik je bij, Kies ik je aan, vertonen niet alleen bij Pathé. We zijn nu wel bij Pathé, maar vertonen ook bij Kinepolis. Van Kerkrade tot Groningen, Leeuwarden, Eindhoven, Breda, noem maar op. En dat is wel een prestatie. En het is ook met name gekomen doordat zoveel mensen de films lief hebben en komen. En waardoor we steeds verder kunnen uitbreiden. En ja, hopelijk kunnen we dat blijven doen. Zeker, super. Nou, je hebt het helemaal perfect vertaald. Nou, ik hoop dat je gaat genieten zometeen van de film. Uiteraard. Jij en, sowieso. En we spreken elkaar. Thanks. Dankjewel. Yo.